We staan hier met de mannen van Rogelli Trimates in Nijmegen. Jullie pakken hier de overwinning en nog belangrijker de landstitel. Hoe voelt dat? Ja, dat is zo lekker. We zeiden dit seizoen we willen graag promoveren naar de eerste divisie. We winnen 4 keer deze competitie. We zijn op het eind nummer 1, dus ik denk dat we wel verdiend hebben. Ja, jullie laten dus echt zien dat jullie ook gewoon die landstitel verdienen. Anders pak je niet 4 keer de overwinning en 1 keer een derde plek. Jullie zijn gewoon openmachtig, hè? Ja, en ook zeker om hier de finale te winnen, dat smaakt nog zoeter dan de champagne die we net hebben gehad. Ja, want die champagne, dat was wel een dingetje als ik zo naar je gezicht kijk. Ja, het was lekker. Een goede champagne shower, yes. Ja, wat gebeurde er precies? Je gooide volgens mij de hele fles over jezelf heen. Nee, iemand anders deed dat voor mij, maar nadat ik hun had ondergespoten. Dus. Nou ja, dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij zo'n landstitel. Dat moet gewoon gevierd worden. Ik hoorde net ook al voor dit interview, jullie gaan eventjes naar de McDonald's met elkaar. Want dan is maar te hopen dat jullie binnenkomen, hè? Ja, zeker. Maar het is wel standaard natuurlijk dat je na een wedstrijd even lekker naar de Mac gaat. Om even wat bij te eten. Ja, dat is belangrijk. Maar dan even zonder dolle. Het was een mooi seizoen. Ook wel een zwaar seizoen, denk ik. Jullie gaan nu promoveren. Kijken jullie al naar dat volgende seizoen? Ja, dat wordt natuurlijk heel leuk. Want de eerste divisie is steerwerk. En dat ligt wel in ons straatje, denk ik. Met het zwemmen is dan belangrijker. En we gaan ons best doen volgend jaar. Wordt het dan ook een hele andere voorbereiding in dat opzicht? Misschien wat meer zwemmen deze winter. Ja, misschien of zeker weten? Ja, zeker weten. Dan neem je ook jou voor. Ja, doet hij dat niet helemaal goed nog? Ja, het wordt niks. Nou, Marij, dat klinkt niet echt hoopgevend. Nee, nou ja, weet je, we doen het allemaal voor plezier. We zijn een vriendenteam en alleen maar mooi dat we gepromoveerd zijn. We hebben een team in de eredivisie en een team in de eerste divisie. Nou, dat is fantastisch. Ja. Wel belangrijk wat je zegt, we doen het voor de lol en als vriendenteam. Het is ook wel super gaaf dan om dat met je vrienden te kunnen delen, zoiets toch? Ja, dat is toch fantastisch. Moet je nou zien wat mooi, jongens. Hey, we gaan z'n allen volgende week een hele doen, toch? Ja. Toch? Of ben ik weer de enige? Hey, heel veel gefeliciteerd, jongens. Dank je wel.